De 110 meter lange Fides is met lege containers onderwijs van de Lemmen naar Grains. Het schip past om Burgemta krekt onder de bregen trog. Bij de Burgermadam gaat het lijkwels fout. Tolvoeren hinnen rent het containerschip met een daverende klap vast onder de bregen. We zitten hier in huis en het wie een heel lang dondergeluid werd. Nou, mijn man zei, het kon wel metaal op metaal wijzen. Dus we hadden de fiets even gepakt en we zijn hier in het park. Ik heb ze mooi bentrol. Ja, daar zit dus het schip vast onder de bregen. De brandwacht van Burgum slaagt het er net in het schip los te krijgen. Maar schipsloper Theo Reitsma van Koorts Tillen brengt uitkomst. Ik zie weer mijn sliptaltje aan de gang en dat iedere sabot verwrong. Dat kennen mijn sliptaltje. Ik vind het gevaarlijk. Hè? Had er dan sparren de stukken uit de sliptal wij dat er net het waren. Ik zei dat maakt gewoon mijn snijbrander. En toen gaan wij dat spul. Ben ik een hoes erin, een vrachtauto op hellen, snijbranders erop. Ben met twee man erin, aan mijn treien man erin west en gaan we het spul vrijmaken. Om 6 uur kende Fides weer verder. De skipper is bot onslijn door de onvaring. Ja, die was even flink van de kaart. Hij is nou wel weer aan boord, hij heeft het schip ook naar Westerbroek gebracht. En naar omstandigheden gaat het goed. De skipper had hem na alle gedachten versjoen op de hege wetter staan. In zijn optiek kon hij er onderdoor. Zij is er rustig onderdoor gevaren. De eerste containers zijn er onderdoor gegaan. En later bleek toch dat op een of andere manier het water omhoog kwam. En er zijn verschillende theorieën over. Door water van wat vanaf het meer komt of vanaf Schuilenburg. Dat je net een golf krijgt, zeg maar. Of je eigen golf die achter je aankomt. En dan net als je eronder zit, word je als het ware opgetild. De breger is conciërre, maar kan gewoon broekt worden.